In deze video ga ik je uitleggen hoe je kosten invoert in DigiBooks. Ga naar kosten en klik dan op nieuw. Of klik op bon om ook direct je bonnetje te uploaden. Vul een datum en eventueel een relatie in. Maar dat is niet verplicht. Bij het invoeren van kosten kun je ervoor kiezen om in één keer het totaalbedrag in te voeren. Ook is het mogelijk om regels op te splitsen als je onderscheid wilt maken tussen losse producten. Of om kosten met verschillende btw-percentages te boeken. Voor de meeste kosten kun je kiezen voor de categorie algemene overige kosten. Of een andere categorie die het beste bij de kosten past. Ook is het mogelijk om direct een nieuwe aan te maken. Naast bedrag kun je kiezen of je het bedrag inclusief of exclusief btw wilt invoeren. Indien nodig is, kan je een factuurnummer invoeren. Hier kan je eventueel nog je bonnetje of inkoopfactuur toevoegen. Dan ben je klaar en kan je hem opslaan. Naast de knop kan je meteen een nieuwe aanmaken of dezelfde kopiëren. Vanaf nu weet je hoe je kosten verwerkt in je administratie. Bekijk ook onze video hoe je kosten verwerkt op basis van een bonnetje. Als je verder nog vragen hebt, kan je altijd nog met ons chatten, mailen of bellen. Doei doei!